Welkom in de kruidenierswinkel van Grootmoeders Tijd. Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Wijnand Veenendaal en ik ben eigenlijk met deze verzameling die ik heb begonnen doordat ik zelf langs de weg als vertegenwoordiger ben geweest en kwam bij al die kruideniers. En dat heeft me zo aangetrokken dat ik toen gestart ben. Eerst met blikjes, die had ik op rekjes staan en vond ik wel leuk, maar ik deed er verder niks mee, totdat ik op een gegeven moment bij een verzamelaar kwam, die had zo'n kruidenierswinkeltje. Ik vond het zo prachtig en toen zei ik tegen deze man, ik wil wel iets van u overnemen, want u hebt zo'n grote voorraad. En ik kan u zeggen, hij mag geen punaise kwijt. Er is niet meer aan te komen, zei hij tegen mij. En stopt u er maar mee, want dat heeft geen enkele zin, want het is niet meer mogelijk dat het kan. Ik zei, nou dan, bedankt voor de tip. En dat had hij beter niet tegen mij kunnen zeggen, want dat gaf me juist de motivatie om het wel te doen. En ik ben begonnen en het succes is gelukt. Hier ziet u mijn theeverzameling en wat het mooie is van die verzameling, dat had een achtergrond en met name de verpakking van vanille. Want als dat gekocht werd, dan waren de kinderen heel blij. En waarom? Het ging om dat achterste plaatje. Daar stond op 10 punten. En als je zoveel punten had verzameld, dan stuurde je ze op naar vanille en dan kreeg je het hele mooie boekje. Wat zo geweldig is, dat heet het tovervisje. En dat gaat over Pichelmee met zijn vrouwtje. Het verschil van dit soort winkeltjes ten opzichte van de hedendaagse supermarkt is een groot verschil. Namelijk de gezelligheid en het winkelen als zodanig. Men had tijd voor elkaar. Men had hele verhalen en als kruidenier hoorde je dat aan en je wist precies redelijk die. En je wist de namen van de mensen. Dus er was een soort van, ja, toch een gezellig samen zijn. En dat mis je vandaag de dag, denk ik, in de hedendaagse tijd bij de supermarkt. Wel even leuk, toen ik met dat winkeltje begon, dat is nu in wat ik u al verteld heb, in die periode van de jaren 90. En voorheen woonde ik in Zwolle, daar heb ik mijn jeugd grootgebracht. En ik ben zelf geboren in Zeist. En al mijn praten kunt u waarschijnlijk merken dat ik geen Twentenaar ben, alhoewel ik hier graag woon. Ik ben heel blij dat ik hier ben. Maar ik kan niet echt Twents praten. En ik probeer het ook maar niet, dus ik praat zoals ik gewend ben. De meeste dingen die heb ik eigenlijk moeten kopen bij de kringloopwinkels, bij rommelmarkten en overal waar ik maar heen ging, daar waar verzamelingen waren, daar ging ik heen naar beurzen om mijn verzameling aan te passen. Dat heeft veel tijd gekost, maar uiteindelijk is het ook gelukt. Wat u gaat zien en wat u ook hierom ziet, zijn eigenlijk de meeste producten zijn uit de periode van de jaren 30. En het winkeltje als zodanig is niet groot. En waarom niet? Omdat het ook aangepast is aan de tijd. In de jaren 30 waren het zo dat als u op leeftijd was, kreeg u geen AOW, u had geen uitkering en u moest maar zien dat u rond kon komen. Door met de familie. Maar had u een ruimte, een slaapkamertje of een schuurtje of een zolder of een kelder, dan ging u dingen verkopen. En dat kon u met levensmiddelen. Onder andere
En wat het grote voordeel was, u had geen diploma nodig. Het is wel heel leuk dat enige tijd geleden werd ik gebeld en werd mij gevraagd of ik... Of ze hier een film of opname mochten maken van producten uit de oorlog. En ik vroeg wat was de reden daarvoor was. En toen vertelde ze, ze wilde een film maken over Anne Frank. Ik zeg, maar er zijn toch al films van Anne Frank? Nee, maar deze film die wordt afgedraaid alleen in Duitsland. En ook in het Duits. Want de Duitsers zijn van mening dat Nederland een fout maakt met het Anne Frank Museum. Want... dat ze denken dat het Anne Frank, dat dat Nederlanders waren. Maar dat was niet waar. De familie Frank waren Joodse mensen. En waren van Joodse afkomst. En dat willen wij in Duitsland duidelijk aan de kaak stellen en ook laten zien. Oké, dat is prima. Ik zeg, maar wat is de reden verder dat u nou bij mij komt? Nou, we hebben gezien dat op uw site dat u een product heeft wat daarmee te maken heeft. En dat is namelijk Opecta. En Opecta is een bindmiddel waarmee je als je aardbeien had of kersen, dan kon je jam maken. Tegenwoordig heb je geleisuiker, maar dat is Opecta. Opecta werd verkocht door de heer Otto Frank, de vader van Anne Frank. En Anne kon heel goed met haar vader overweg. En ik laat u toch zien aan de hand van de advertenties hoe dus geadverteerd werd... met Opecta. En waarom wilden ze film maken? Omdat ze in de keuken producten moesten hebben die uit de oorlogstijd was. En ze dachten daar eventjes een korte tijd opname van te maken. Ze zijn hier 6 uur bezig geweest om al die producten die ik liet zien te filmen. Nog een plaatje van het achterhuis. Het huis van de familie Frank. En u ziet ook wel... als ik even goed zie, hier heb je het keukentje en op die planken, daar moesten die oude producten komen te staan. En dat hebben ze dan ook gedaan. Mocht u mijn collectie willen bekijken, maak u op tijd een afspraak, dan bent u ook van harte welkom.